Je zou het niet verwachten, maar wanneer straks deze deuren opengaan, kom je in een heus Haags voetbalhistorisch museum. Heel uniek. En ik hoop dat Rob Pronk thuis is. Rob Pronk, de man van de Haagse voetbalhistorie. Die kan waar hij zijn gezicht ook laat zien, dan weet ze, het gaat over die voetbalhistorie. En hij is er. Dag Rob. Dankjewel Rob. Kom verder. Ja, ik denk, het is niet het Haagse historisch museum, al het er wel op lijkt in ieder geval. Hè? Rob, ik heb me eigenlijk verheugd op dit moment. Want ja. Jeetje, dit ademt voetbal, Haagse voetbalhistorie. Adem dit, hè? Ja, nou ja, leuk om te horen. Ik hoor er meer mensen overal, dus ik zou zeggen, neem een kijkje. Ja. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, René. Ja, maar ja. Ik ga eerst mijn jas uittrekken en dan gaan we het er eens over hebben. Ja, hoe dat allemaal zo gekomen is, want ja, je hebt het eigenlijk allemaal zelf opgezet. Ja, klopt. Ja, dus beetje bij beetje kreeg ik spullen allemaal. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik heb toch wel ruimte zat hier, dus ik ga er een museum van maken. Rob, deze hoek van het museum is wel gelijk een blikvanger, hè? En ja, vooral deze, hè, van de Haagse voetbalvereniging De Ooievaars, een Joodse voetbalvereniging. Bijzonder, ja, dit. Klopt, heel bijzonder. En daarom ben ik blij dat ik aan mij is gegeven, dat ik hem hier mag ophangen. Hmm. Ja, ik krijg van alles eigenlijk oude voetbalaankondigingen uit de jaren 60. Ja, weet je, RVC uit de goede tijd. Ja. Ja, dit vond ik een bijzonder hoekje. Als je hier binnenkomt, dat is boem, die staat gelijk. Absoluut. En dan zie je gelijk, weet ik ook nog, de 100 jaar Haagse voetbalbond, hè? Het laatste jaar. Ik moet blijven eerlijk zeggen, de HVB, daar komen de mooiste verhalen uit eigenlijk. Als je al die jongens, als je dat hoort, dan geniet je eigenlijk. Dus dat mis je wel. Rob, dit is wel heel bijzonder, hè? Deze poster van Tonegio ADO. Aankondiging Tonegio ADO in 1926, is bijna 100 jaar oud. Dat is echt ongelooflijk eigenlijk. Dat nog boven water is gekomen. Ja, de drie shirtjes van de drie oudste clubs, Haagse clubs. Ja. Dat vind ik ook wel heel mooi naast elkaar. Kwik, HBS, HVV. Ja, klopt. Ja. Dus en nogmaals, ik krijg van alles, bekers, de Haagse Krantcup. Ja. Gekregen ook uniek, wat een uniek toernooi. Ja, Haagse Krantcup. Ja. Dus, komen we straks nog op teruggelopen, want je hebt zelfs de originele nog. Ja, nou, de Delfsblauwe borden, dat weet je ook natuurlijk wel, met het jubileum van de club. Ja. Kijk, dus van de KNVB, een Delfsblauwe bord. Dus, Kamerburg. Dit is mooi, hè? Ja, hier gaan heel veel mensen gaan hier voor staan om een foto te maken. Dat is wel een hele goede, goede blikvanger, wat ik zei. En dit is een beetje collage met bekende en minder bekende Haagse iconen. Leen de Graaf, Jan van Nooy. Ja. Ja, Dickie Hol, Hans Lamers. Dus ze gaan toch wel wel kijken. Ja, want dat zijn zo'n beetje de oudste foto's trouwens. Zijn die hier ook? Dat je zegt van nou, dit is wel van heel ver terug. Nou, ik heb zelf, die hangt hier niet. Nee. Wel daarboven, van Kwik, zeg maar. Maar ik heb wel een foto uit 1898 van het Malieveld, toen HVV daar begon te voetballen. Ja. Dat is echt de alleroudste foto. Ja. Nou Rob, hier ook een aantal hele mooie zaken. Wel ludiek trouwens, Kromvliet met 5 voor 12. Ja. Toevallig eigenlijk. Ja. Maar heel uniek ook. Een van mijn pronkstukken eigenlijk. Want ja, hier kan je nog zien. Het is in 1961 aangeboden. Dus dat is heel lang geleden. Ja. En hij gaat nu een beetje loslaten. De steentjes, die moet ik even repareren. Maar hier ben ik ook zo trots op dat ik hier mag hangen. En ook met de shirtjes. Hè. Ik vind sowieso, ben ik al helemaal fan van de oude shirtjes met zo'n V. Die hadden ze vroeger bijna allemaal. Dus ik vind eigenlijk alle clubs dat moeten terughalen. En ik heb hier nog heel veel shirtjes. Die krijg ik nu ook allemaal. Hoeveel zijn het ongeveer, Rob? Ja, ik denk dat er allemaal 150 shirtjes zitten uit de Haagse voetbalhistorie. Dus dat is ook wel uniek. Maar het is een begrip geworden, hè? Haagse voetbalhistorie. Ja. Dat mag je nu wel zeggen, hè? Na zoveel jaar. Ja, klopt. Het is wel, het leeft vooral bij de oudere mensen, zeg maar. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Dat de mensen met veel weemoed daar naar terugkijken. Ja, Rob. Ik denk dat je wel wat te vertellen hebt over wat hier bovenop staat qua historie. Ja, qua unieke spullen eigenlijk heb ik heel veel in de vitrinekast staan, ook hierboven. Hier, dat bekende oude Memory Mick Lafond toernooi, de beker eigenlijk, de voetbalschoen heb ik gekregen, goud verguld. Grote voetballer geweest, Mick Lafond, hele grote voetbal, een van de grootste voetballers. Van ADO. Klopt, ja. Maar wat uniek is eigenlijk, dat ook de jeugd nu een beetje gaat meedenken, want deze voetbalschoenen zijn van 3 jaar geleden van Benito Botman. Die scoorde 50 doelpunten bij HDV in de competitie.
En die kwam zijn voetbalschoen hier brengen. Dus, ja. Dus nu gaat het er ook bij de jeugd een beetje kriebelen. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Dus, en ja, dat is wel leuk, want dat is weer leuk voor later. Ja, zeker. Dat ze daar toch wel een beetje begrip voor hebben. En, want ja, terugkijken naar dat mooie voetbalverleden. Dat moet er in blijven zijn natuurlijk. Dus, ja. Ja, en al die foto's. Hè, mensen die hier komen, die kijken hun ogen uit. Want die zien allemaal, je komt altijd bekende tegen op welke foto je ook kijkt. Ja. En glazen waren dus, in, hè? Maar die heb ik ook weer gekregen van een oud scheidsrechter, die Roberto van Vliet, die pas overleden is eigenlijk. Daar kreeg ik ineens al die glazen van de familie. Ja. Met het clublogo erop. Dus ja, daar heb ik ook een vitrinekast voorbij gekocht. Dus die heb ik een mooi plekje gekregen. Nou Rob, over pronkstukken gesproken. Ja, twee naast elkaar. Ja. Ja, de allereerste Haagse Krantcup. Gekregen van de familie Prosman. Winnaar Texas DHB. En ook deze, de Hooyde Hartelbeker, ook zo bekend in het Haagse voetbal eigenlijk. Maar ook duizenden mensen gingen kijken naar Harry Hartel het toernooi bij de Laakertier. Het toernooi georganiseerd door de Ooievaars. Beker is heel lang weg geweest. En ineens komt iemand op de proppen met deze beker. En die schrok het ook aan mijn museum. Dus dit is wel een van mijn mooiste. Ja, en dit werd op het terrein van Laakertier gespeeld. Ja, hè? Klopt. Ja. Dus, en deze stamt die Haagse Krantcupbeker uit 1980? 1980, ja. Die werden nog in twee wedstrijden gespeeld. Texas tegen de Kranenburg. Ja. Dus daarom zit hier aan die tafel ook. Hier als er mensen binnenkomen, en die gaan hier aan de tafel zitten. En dan, ik heb fotoboeken, noem maar op. En die gaan hier zitten. Die zijn hier niet meer weg te staan, eerlijk gezegd. Nee, ze feesten dus, herkenning. Ja, dat is het zeker. Ja. Dus dat is wel heel uniek eigenlijk. Dus, ze zijn er heel blij mee en ik ben er ook blij mee. Dus het is maar hoe ga je? Want de mensen kunnen natuurlijk niet spontaan even hier komen. Nee, een kaartje kopen, even zoals in een museum is. Nee, dat klopt. Want heel veel mensen denken dat dit mijn werk is. Helaas is dat niet zo. Ik had het wel graag willen, maar het is mijn hobby. En ik probeer het weekend op de zaterdag meestal wel iets te regelen. Maar we kunnen niet de hele week langs komen natuurlijk. Want ik zit ook met mijn eigen werk nog. Dus. Ja. Wat velen wel zouden willen, denk ik. Ja, zeker weten, ja. Je weet dat dat museum, ik blijf het maar zeggen, dat dat museum er gaat komen in Den Haag doen, hè? Ja. Heeft u nog oude spullen van uw oude clubje? Gooi het alsjeblieft niet weg, maar denk aan mij voor het Haagse Voetbalhistorie Museum. www.haagsevoetbalhistorie.nl